Dames en heren. Attentie. Over een kleine 20 seconden... hoort u de loeiharde gong die het einde aankondigt van de komkommertijd. De komkommertijd komt tot zijn einde na de volgende gongslag. Dit was dus de komkommertijd. Nu weer naar het echte nieuws. De schokkende mededelingen. Het ertoe doende actualiteiten gebeuren. Niks komkommers. Kwaliteitsnieuws. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Vanuit tophoreca-locatie Grand Café Beeks te Bergijk, nu Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Live. De bus van Bergijk naar Valkenswaard, die is altijd de moeite waard. Ach, mijn kop al. Goed. Goeiedag, dames en heren. Dit is natuurlijk weer Radio Bergijk. U hoort het sympathieke stemgeluid van Peer van Eersel. En van Toon Sporenberg. En van Toon Sporenberg natuurlijk, maar die heeft last van zijn hele situatie. Ja. Maar dan ben ik er toch altijd weer als beste kennis. Om mij op te vangen. Om je niet nog dieper te laten vallen dan je van nature al geneigd bent te vallen. Ja. Kom op, Toon, kop op. We gaan gewoon beginnen met een gemeentebericht. Oh. Ik heb verdriet. Ja. Dat is niet van de gemeente. Dat is niet het gemeenteverdriet. De gemeente heeft geen verdriet. Nee. Laat de gemeente weten. Excuus daarvoor. Ik ben uit de box geschoten. Nee. En de gemeente laat weten dat er moet nu toch eindelijk paal en perk gesteld worden aan de fraude die nu echt naar buiten komt gulpen. De fraude klotst tegen de plinten, zoals de gemeente het zegt. In zorgcentrum Sint-Jozef. Ja. Want het blijkt dat de bejaarden daar jarenlang, het was ons allemaal, het viel op dat er natuurlijk allemaal van die BMW's stonden. Ook tuig hoor, die bejaarden. Met zo'n aanhangwagen waar dan de scootmobiel op kon. En er stonden Mercedes'en uit de S-klasse. Er lagen jachten gewoon in de tuin van Sint-Jozef. Precies. Dan gaat er toch een belletje rinkelen. Precies. Wat een stel tuig, joh, die oude. Dure callgirls reden af en aan bij Sint-Jozef, want het bleek dat ze daar wel cars vol wilden. Want het bleek wel dat mensen daar in Sint-Jozef. Nee, daar wisten we niks van fraude. Maar ondertussen wel met z'n zes op één wacht even, Toon. Oh, wacht even. Je bent natuurlijk niet helemaal in je doen, maar laat mij het gemeentebericht nou even duidelijk uitleggen. De cateringbedrijven reden af en aan. Het voedsel van Sint-Jozef, wat er uit de instellingskeuken kwam, werd weggegooid. En nu is de gemeente erachter. Het is gewoon. Vergeet je nou dat de directeur gewoon 14 miljoen bonus heeft gekregen? Die heeft zichzelf 14 miljoen bonus gekregen. Omdat hij het zorgcentrum een jaar lang een beetje naar goed behoren heeft gerund. Ja. Nou, het ene schandaal buitelt over het andere schandaal heen. Dus vandaar dat u denkt van. Had ik al gezegd dat ik verdriet had? Ja, dat had ik al gezegd. Dus de gemeente die gaat aan de slag, want aan de fraude van die pensionada's, Bergijkse pensionada's, daar moet een eind aan komen. Het is gemeenschapsgeld. Wie? Einde gemeentebericht. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. En dan kunt u nu luisteren naar de Radio Bergijk radioreportage. Een reportage van Radio Bergijk. Goeiedag, dames en heren. Ja, wacht even.
Oh, pardon. Ja. Peer van Eersel, goeiedag. Mag ik even langs? Radio Bergheid. Ja. Mag ik even langs? Goeiedag. Boom. Ja, ga naar zijn kant. Outline, ja. Goeiedag, Radio Bergheid. Ja. Oh, daar is hij. Goeiedag. Ja, dames en heren, dit is Peer van Eersel met een van zijn... Je moet wel voor rood op blijven staan. Ja. Terugkerende radioreportages. Ik ben hier op het Hof en het is weer drie maandelijks. Ik kan er zo niet bij hoor, als u zo staat. Pardon, meneer Overdijk, als ik even mag, want u zit er een beetje doorheen. Ja, sorry. Ik sta hier op het Hof en het is natuurlijk weer... Ja, misschien zit u niet in de... U zit waarschijnlijk allemaal in de auto naar de radio te luisteren. Want er staan hier al een kilometerslange file naar het Hof. Want het is weer de drie maandelijkse gratis voorhuidinspectie. En daar is een nieuwe service aan toegevoegd. Dat zag u geadverteerd staat in de Trompetter en in de Kempenaar en in de... Eikelberg. Daar is aan toegevoegd een nieuwe service van de verzekeringsmaatschappijen. Dat is het gratis voorruit uit je sterretje halen. Autoruit. Uiteraard, ja. Wacht even, hier even knippen. Wacht even, ik moet neem het even. Ik noem het even terug. Is voorruitinspectie. Er is vooruitinspectie. En, daar is en als extra... Is er aan toegevoegd een gratis autoruit uit je sterretje halen. Precies. Want heel veel mensen hebben last van een autoruit in hun sterretje. Juist. Want meneer Frans van Overdijk, ja. U verleent die speciale service. Precies. Hoe komt het nou dat heel veel mensen maar blijven doorrijden met een auto uit in hun sterretje? Ja, dat is natuurlijk... Kijk, er zijn heel veel mensen die zijn op zoek naar een soort bevrediging. En die doen dan dingen in hun sterretje. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Je begint met perssinezappelen, kipdrumsticks, selderij gestronken. Maar ja, dat groeit natuurlijk door. Hè, dat ontwikkelt zich. En waar je vergelijk het met roken. Je rookt eens een keer een sigaretje en voor je het weet... rook je een heel pakje Jack in een A4 gerold op. Zo, achter elkaar. Nou, dat doen mensen dus ook met een sterretje. Begint met iets kleins. En na verloop van tijd zitten ze dus met complete autoruit in een sterretje. Maar dan is het natuurlijk het specifieke van de vorm van een autoruit... is dat als hij er eenmaal in zit in komt het sterretje... Komt hij er niet zo makkelijk weer uit. En voordat je het weet, als je ermee door blijft rijden... heb je binnen een half jaar een scheur van boven tot onder. Ja, precies. En dan keert de verzekering niet meer uit. Dan keert de verzekering niet meer uit. Want dan heb je lang met een autoruit in je sterretje rondgelopen. En dan zeggen ja, dan moet je maar gewoon om de zoveel tijd eens naar de voorruitinspectie waar het er nu aan toegevoegd is. Het verwijderen van de autoruit uit het sterretje. Goed, nou wij gaan even hier op een eerbiedige afstand kijken hoe u bij iemand de autoruit gaat verwijderen. Ja. Ik zie een soort geboortekrik staan. Precies. Iemand staat daar gebukt. Een aarskrik noemen we dat. Ja, en het is natuurlijk de kunst om de autoruit niet te laten versplinteren. Het is net als Duralex. Want dan ben je eigenlijk verder van huis. Ja, maar dan heb je... Dan heb je weliswaar niet meer die enorme autoruit in je sterretje. Maar dan is je hele... Ja, zit alles onder het glas. Al je hele binnenbekleding zit onder de glasstukjes en glassplinters. En je gaat eraan. En dan haal die maar eens uit je binnenbekleding. Daar weet ik alles van. Ja, dat is verschrikkelijk. Goed, nou we gaan nu even aan het werk zien. Ja. En mensen, achteruit. Ja. Achteruit, even ruimte maken. Dit is radioreportage, Peer van Eersel. Kunt u even vooroverbuigen, alstublieft? Ja, mag ik even. Moet even kijken of mijn metertjes uitslaan. Ja. Even. Zegt u eens wat. Hallo. Ja, ze slaan uit. Gaat u maar uw gang. Goed. Meneer, kunt u even vooroverbuigen? Nee, u moet zelf die dingen uit elkaar trekken met uw handen. Want ik kan niet en ze uit elkaar trekken en ook nog eens een keer die auto eruit. Ja, precies. Voorover. Ja, wacht even. Er gaat nu de krik erin. Moet wel goed openstaan, het sterretje, anders kan ik je... Ja, goed zo. Ja, natuurlijk doet dat een beetje zeer. Dan hoeft u niet zo bij te piepen. Dan ga ik nu kijken of ik de auto eruit uit het sterretje kan krijgen. Nou, daar komt hij hoor. Even de krik nog verder openzetten. Ja. Nou, er zit in ieder geval genoeg rek in uw sterretje. Dan ga ik dan nu met de klauwhamer naar binnen. Ja, hij voert me nu met de klauwhamer. Want hij voert een spanband om de autoruit die zich in het sterretje zit. Voelt hij heen. En dan gaat dat naar een... hij heeft een soort lier zitten voor op zijn Toyota Land Cruiser. En dan gaat hij klimt nu in zijn Toyota Land Cruiser. En hij zet de lier aan. En dan heel langzaam doet de taalraam oprollen. En trekt aan de spanband. Gaat het nog, meneer? Ja, gaat het nog nou. Daar komt-ie! Ach, boe! Ja, kijk eens! Oh! 1, 2, ja! Oh! Ja! Nou,
lijkt angstaanjagend veel op een soort ter wereld komen van iemand. Ja, je ziet ook hoe de meneer reageert. Dat is net als een vrouw na een bevalling. Ja, overdreven aanstellerig. En een rot humeur. Maar we hebben een compleet gave autorijd. Oh nee, er zit één sterretje in de auto. Nou, gaat hij daar dan wel op tijd mee naar de verzekering? Want anders krijgt hij ook nog niet eens een stuk van die autoruit. Goed, nou, hartelijk dank voor het bijwonen van deze demonstratie. Ja, ik moet door, want er staan nog zo'n kleine 70, 80 mensen te wachten. Ja, dat is alleen nog maar voor het voorruit uit het sterretje halen. En dat is nog niet eens voor de gewone voorruitinspectie. Nee, precies. Oké, ik zou zeggen Frans van Overduin en de verzekeringsmaatschappijen, hartelijk dank voor uw mooie werk en voor het maken van deze, het mogen maken van deze mooie reportage. Graag gedaan hoor, ik ga weer door. Dag. Ja, mag even langs. Peer van Eersel, Radio Bergijk. Ja, mag even lang. Mag even lang. Ja, dag. 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 Ja, pak even langs. Even eens. Ja, nu weet je. Pak even langs. Langs. Oud, hij. Reclame. Reclame? Jawel! Reclame! Ja, goeiedag. Dit is autobedrijf Kokkert. Niemand koopt graag een kat in de zak. Daarom is het uiterst belangrijk dat u een gebruikte auto eerst goed laat controleren bij een onafhankelijk keuringsstation. Maar als je het zelf moet doen, komen hier 10 goede tips. 1. Vergelijk de naden aan weerszijden van de motorkap. Als die kapot zijn, is de auto een beetje oud. 2. Open de motorkap. Controleer de radiateur. Als je hem kapot kan trekken, is de radiateur een beetje kapot. 3. Controleer tijdens de proefrit het aangrijpingspunt van de koppeling. Als je die in kan trappen en het trapt er doorheen, is de koppeling kapot. 4. Heeft de auto een lage kilometerstand? Kijk dan of de stuur, pookknop of pedaalrubbers kaal gesleten zijn. Zo ja, dan kan het dus geknoeid zijn met de kilometerstand. Daar hebben wij ervaring mee. 5. Controleer de portier op speling. Als je de portier helemaal open kan drukken tegen de zijkant van de voorkant van een auto, dan is de deur kapot. 6. Meet het profiel van de banden met de profieldieptemeter. Die kennen bij ons huren voor €26 per kwartier. 7. Kijk of de uitlaat is doorgeroest. Als je hem eraf kan trappen, dan is de uitlaat eronder uit. 8. Druk een paar keer stevig op de hoeken van een auto. Als hij loslaat, dan moet de auto maximaal 2 keer veren en dan weer stilstaan. Als hij meteen op de grond valt, dan is de onderkant rot. 9. Haal de mat van de voetenbank voorin uit de kofferbak en voor uit een auto. Als die vloer rot is, dan is hij helemaal doorgeroest. Ruk dan de stoel aan de voorkant eruit, trek hem omhoog en kijk of je de onderkant van de vloer van de garage ziet. Want dan zit er dus een gat in. 9. Haal de mat van de voetenbank vooruit een auto en uit de kofferbak. Als je dan een beetje roet ziet, dan is het kapot. Trek dan de voorstoel eruit en de achterbank. Zie je dan de onderkant van de auto en de vloer van de garage, dan is de auto kapot. 10. Controleer de lak bij daglicht op kleurverschil. Dus bij twijfel wip de rubberband bij de ruit omhoog. Kijk of u een lakrandje ziet. Overspuiten kan dus duiden op een behoorlijke schade. Daar hebben wij mee te maken bij Garage Kokkert. Voor al uw gouden tips, goeiedag. En dan kunt u nu luisteren naar het Radio Bergijk tafelgesprek. Ja, dames en heren. Het is nogal... de tafel ligt vol hier voor me bij Radio Bergijk. Want ja, we hebben een heel erg enthousiaste dame op bezoek. Die heeft ons gebeld en die zegt dat ze een oplossing heeft voor eigenlijk wel een groot Bergijks probleem. Maar daar gaan we het zo direct over hebben. Ik ga er eerst even voorstellen. Het is mevrouw Gerda Meeuwis. Ja. Mag ik Gerda zeggen? Ja hoor, zeg maar Gerda. Goed. Gerda, jij hebt iets ontwikkeld. Je hebt, vertel, want de tafel ligt vol. Nou, ik heb iets ontwikkeld. Dat is heel creatief. En dat is namelijk het grimeren van de huisdieren. Dieren grimeren. Ach. Ja. Je bedoelt natuurlijk wat je met kinderen doet op verjaarsfeestjes. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde. Die kunnen zich dan... Maar dan weer heel anders.
Ja, want kinderen kunnen dan tot poes of tot tijger gegrimeerd worden. Ja, dat kennen we allemaal wel met die verf. En je ziet ze altijd allemaal wel lopen. Er loopt er weer een als kat of als hond. En toen ben jij er al op door gaan denken. Ja, ik ben door gaan denken. En waar kwam je toen mee? Nou, ik kan me soms zo vervelen met mijn huisdier. Dat ik denk, nou, dan zie ik die poes. En dan denk ik, weer diezelfde poes. He, dan elke dag dan komt hij de kamer binnen. En dan zie je weer die staart en die oren en die snorharen. En nou, daar heb je hem weer. En dan denk ik, daar moet toch iets aan te doen zijn. Dus je was op een gegeven moment uitgekeken op je eigen poes? Ik was uitgekeken op mijn eigen poes. Dus ik dacht op een gegeven moment, daar moet echt iets aan te doen zijn. En toen kwam ik op het idee van het dieren grimeren. Je er een volkomen ander beest van maakt. En je bent nog lekker bezig ook. En toen, wat heb jij van je eigen poes gemaakt? Nou, ik heb allemaal oude rommel opgezocht. Ik heb bolle wol, oude lappen, oude kranten, lege dozen. Alles heb ik bij elkaar gelegd. Nou, ik heb die poes heb ik gepakt. En die heb ik voor me gezet op de werktafel. Nou, die moet je dan wel even buiten Westen brengen. Want de beest vindt dat natuurlijk helemaal niet lekker dat er aan hem gevoezelevoest wordt. Dus je moet die poes en met die kop zo tegen die tafel slaan. Daar heb je niks van. En dan ligt hij. En dan kan je hem, eigenlijk moet je hem dan weer rechtop zetten. Met een tubetje 10 seconden lijm. Dan plak je mee aan die tafel. En dan heb je hem helemaal goed voor je staan. En dan kan je helemaal kijken wat je er nou eigenlijk mee kan gaan maken. Maar dit heb je ontwikkeld. Heb je dit al gelijk de allereerste keer zo met je eigen poes gedaan? Nou, ik ben eerst met mijn eigen poes gaan experimenteren. Ik ben een paar dagen bezig geweest. Ik heb de ene dag heb ik van de poes heb een varken gemaakt. Dat was nog niet zo vreselijk moeilijk. Heb ik dat haar er allemaal afgeschoren. Heb ik gewoon zo'n echte varkensneus heb ik ervan gemaakt. Had je die van papier-mâché gemaakt? Nee, die heb ik van een stopcontact gemaakt. Ach, wat creatief. Ja. Dus ik heb een stopcontact heb ik op die poesse gezicht geplakt. Met 10 seconden lijm. Met 10 seconden lijm. Ik heb die staart heb ik met krulspelden en de krultang heb ik een krulstaart van gemaakt. Ik heb hem helemaal roze geschilderd. Nou, en toen leek hij echt wel op een varken. Maar, en toen zei je, op dat varken ben je op een gegeven moment ook wel weer uitgekeken. Daar was ik na een paar dagen ook weer op uitgekeken en de poes zelf ook wel natuurlijk. Nou, toen heb ik, dat is nog wel een werk geweest, heb ik er een giraf van gemaakt. Ach. Ja. En hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb met PVC-buizen ben ik bezig geweest. Met lappen heb ik geplakt en genaaid met naald en draad en met verf. Nou, ik kan het allemaal niet opnoemen zoveel als dat geweest is, maar het was behoorlijk goed was. Nou, geweldig, maar dat was het beginstadium. Maar nu heb je dat uitgebreid en nu bied je eigenlijk de mensen een pakket aan. En vogels, vogels ook veel. Ja, dus jij hebt nu een heel pakket wat je aanbiedt aan mensen. Van mensen, dit kan je ook allemaal doen met je huisdier waar je op uitgekeken bent. Ja. Dus dat hoeft niet alleen je eigen poes te zijn. Nee, dat kan de hond zijn. Dat kan de hamster zijn. En vogels, zoals ik net zeg, vogels. Ja, want jij hebt hier een voorbeeld van een kanariepiet. Daar heb je een varken van gemaakt ook. Ja. En je hebt van een varken een kanariepiet gemaakt. Gewoon weer een kanariepiet. Een volwassen zeug. Ja. Heb jij met oude lappen. Nou ja, hij zit hier achter je. Het is, hij beweegt nog natuurlijk wel een beetje als een varken. Ja. En hij maakt nog dat geluid. Maar het ziet er echt uit als een levensechte 200 kilo zware kanarie. Nou, het is een prachtig kanariepiet. En dat is allemaal met lappen. Hij scharrelt hier een beetje rond, dames en heren. U hoort misschien op de achtergrond het kanariepietvarken. Ja, ja. Maar gaat u nou ook in zo'n grote traliekooi op een stokje zitten? Of? Ja, dat heb ik wel geprobeerd, maar dat wil hij niet altijd. Dus dat is nog wel eens lastig.
Maar hij is heel mooi geworden. Ja, ik zie hem. Het is echt een, nou, het is echt een kanariepoet geworden. Ja. Met van oude lappen. Ja. En een lege, wat is het, een wasmiddelen? Wasmiddelen. Daar heb je een snavel van op zijn snuit geplakt met die secondenlijn. Ja. Ach, pardon. Gerda, kan jij het vark even bij jou? Hoor? Want hij zit nou wel een beetje... Nee, kom eens even hier. Kom eens even hier. Het vark wordt nu een beetje enthousiast. Kunt u het vark even... Ja, kom maar even hier. Hoor. Kom maar, Joop, hier. Wat moet ik nou, varken zo zeggen of is het een kanariepiet? Ja, ik noem hem, toen hij nog vaker was, noemde ik hem Joop, maar ik noem hem nu Piet. Nou ja, dan zou ik zeggen, heel erg hartelijk dank voor dit gesprek. En mensen, als je bent uitgekeken op je huisdier... en lijkt het je wat Gerda Meeuwis je aanbiedt... neem dan even contact met haar op. En ik zou zeggen, zo helpen we elkaar in Bergijk. Tuurlijk. En vriendelijk bedankt voor je komst hierheen. Het is ook een soort van naaste liefde. Zo kan je het ook zien. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel Gerda. Ja, daar. Het dieren, chimeermuziek. Uit tips. Tips. Over uitgaan. Dames en heren, allemaal thuis. Een nieuwe attractie verrijkt het uitgaansleven, het ontspanningsleven van de Bergijkenaar. Een nieuw thema pretpark is geopend. Het Rundal. Het Rundal telt onder andere een verzameling van 5400 levensgrote varkensbeelden uit diverse materialen. Maar de volstrekt unieke attractie is een dolle rit waarin u een fictief virtuele reis maakt onder het thema van zaadje tot carbonaatje. Startend vanuit de balzak van de beer, via het zeugenvagijn naar de zeugeneierstok en baarmoeder, waar u tussen vele anderen een periode van zwangerschap uitzit. Vervolgens wordt u als het ware geboren. Dan is het vechten om de tepels geblazen. Dan wordt u op een ongemakkelijk stalen rek heen en weer gezeugd. Dan wordt er een grote elektrische klem op uw kop gezet. En dan wordt u van bilnaad tot strottenhoofd overgesneden. Aan moeten raken. Wacht even, ik heb het verkeerde ding voor me. Ik heb het. Dit is. Dit is... Oh, nee, ik zie het al, de halverwege... Och, nee, dat is van het slachthuis. Dat is iets anders. En waar ik zei 5400 beelden moeten het zijn 5,4. En waar ik balzak zei... moet het dinsdag zijn. En... ik... Oh ja, het zeugen van Gein, dat klopt. Ook leuk is... Beltmolen de Jacob. Weet ik veel. Ik heb dorst. Wilt u eruit in Bergijk? Blijf in Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Ja, ik ga... Wat?
De hond heeft een scheet gelaten? Ja, de hond heeft een scheet gelaten. Er ligt hier een briefje voor me. Met een soort uit krantenletters gescheurd bericht. De hond heeft een scheet gelaten. Maar dan blijkt, er is nu een demonstratie aan de gang in Bergijk. Van extreem tolerante mensen, Dat nou, extreem mensen van het midden. Die zijn zo extreem voor de nuance en voor het midden en voor tolerantie. Dat iedereen er knettergek voor wordt en agressief. En er staat een cordon ME omheen. En die ME die staat eigenlijk naar binnen gericht. Die staan op het punt deze extreem tolerante en humanistische mensen in elkaar te tremmen. En we hebben nu een berichtje voor ons liggen. De hond heeft een scheet gelaten. Godverdomme. Maar er staat verder geen adres op. Jezus, wat geef jij dat dier? Jezus. Elke hond. Jezus, ik ben mijn hele verdriet vergeten van die stank van die hond. Welke hond? Hoezo? Is er een hond? Er is helemaal geen hond hier. Waar? Er is geen hond hier. Hoezo dan? Wat zit je nou te aaien? Mijn neus! Ach, verrek. Anus. Ik maak me echt zorgen. Ja, dat is ook terecht. Mag het een keer? Heb jij dit briefje geplakt? Ja. Ik heb alles hier. Als je goed kijkt, hangen er overal briefjes. Ja, nu je het zegt. Gewoon erop eens even. Statiegeld. Ik maak me echt zorgen.